Hey en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb mega veel zin om deze video te filmen. Ik kreeg namelijk echt een uurtje geleden dit perspakketje binnen van Essence. En daar zitten dus allerlei nieuwe producten in voor de lente en zomer van 2020. Ik word altijd mega enthousiast van de nieuwe producten. Die worden uitgebracht één keer per half jaar. Ik heb trouwens vandaag nogal wat eigenwijze plukken haar. Dus laten we daar niet op gaan letten. Maar ik heb een... We noemen het een tinted primer. Ik heb hier een loose fixing powder. Ik heb echt... Dit palet is zo gaaf. Ik hoop dat dit goed overkomt op camera. Heel tof. Dan heb ik hier zo een liquid lipstick. Een nieuwe mascara waar ik heel benieuwd naar ben. En een eyeliner. Ik kom even niet op de naam. Maar dat heb ik allemaal. Die ga ik vandaag allemaal voor je testen. De producten komen in maart in de winkels te liggen. Maar ik dacht, ik wil deze video gewoon zo snel mogelijk maken. Zodat jullie precies weten waar je naar moet gaan zoeken straks in maart. Dus mocht je zin hebben in de video, doe dan vast een duimpje omhoog. En dan ga ik heel gauw beginnen, want ik kan niet wachten met testen. We gaan beginnen met deze My Skin Perfector Tinted Primer. Ik heb hem in kleurtje 20 Nude Beige. Ik hoop dat dit een goede kleur gaat zijn voor mij. Dat is altijd maar de vraag als je perspakketjes binnenkrijgt. Maar die My Skin is dus een compleet nieuwe lijn van Essence. Super tof. Volgens mij is die helemaal natuurlijk en dergelijke. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dit is dus in ieder geval de Tinted Primer. En er staat hier op de achterkant op dat hij je poriën optisch wilt laten verdwijnen. De skin looking smooth. Dus lekker smooth huidje achterlaat. Met een natuurlijke matte finish. Je kunt hem zowel gebruiken als natuurlijke coverage. Of je kunt hem onder een foundation gebruiken. Om te zorgen dat je make-up applicatie gewoon wat makkelijker gaat. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan kijken hoe de finish is. Even kijken hoe überhaupt de kleur is. Oké, zo op mijn hand. Niet mega licht, niet mega donker. Oké, ik denk dat ik hier op zich wel wat mee kan. Hij ziet er inderdaad wel echt uit als een hele lichte finish. Dus ik denk dat het voor mij... Ja, in principe heb ik niet heel veel finish nodig. Ik hou er alleen van als mijn rode wangetjes een beetje weg zijn. Dus dat ik gewoon lekker blush kan aanbrengen. Want anders vind ik dat altijd een beetje gekkig staan. Maar het is dus in principe een primer die je eventueel als lichte foundation zou kunnen gebruiken. Dus wat dat betreft is de coverage helemaal prima. Ik breng gewoon eventjes hier en daar wat product aan. Ik gebruik trouwens mijn oude vertrouwde Gingerbread Extra Spice paletten vandaag als spiegel. En ik ga het nu even in mijn hand aanbrengen. Het voelt echt best wel glad aan op mijn huid. Ik denk niet dat ik dit... Nee, ik zou dit echt niet gebruiken als dekking zelf. Mijn huid wordt trouwens niet rood van het product, maar van het feit dat ik wrijf. Mijn huid wordt heel snel rood door aanraking. Ik heb gewoon een hele goede bloedsomloop. Dus vandaar. Dat heeft niks met het product te maken. Ik vind dit echt een primer. Ik vind hem qua dekking echt zo goed als niks doen voor mijn huid. Maar hij voelt wel echt heel erg lekker zacht aan. Dus ik denk dat hij wel een goede basis kan maken voor mijn make-up. Vooral op mijn neus ben ik heel erg benieuwd wat hij gaat doen bij mijn poriën. Dat is over het algemeen de plek wat ik zelf het lastigste vind. Qua poriën en dergelijke. Dat is de plek waar mijn make-up altijd het meest ophoopt. Zeker zo aan de zijkanten. Ik moet zeggen, als ik zo kijk, dan zijn mijn poriën inderdaad wel iets minder aanwezig. Maar niet dat ik denk van ze zijn echt weggewerkt. Dus laten we kijken hoe de foundation er overheen gaat staan. Ik ga daarvoor even mijn standaard conceal en foundation duo gebruiken die ik op dagelijkse basis gebruik. Dit is de Revolution Conceal and Define in nummertje C6. En de Fit Me Luminous Smooth Foundation for Normal to Dry Skin in nummertje 115. Oké, so far heb ik alleen de concealer nog aangebracht hier onder mijn oog, op mijn neus en op dat onzuiverheden op mijn kin. Ik moet zeggen, het is niet dat ik denk van hij brengt het makkelijker aan of iets dergelijks. Het is niet dat het veel soepeler gaat dan normaal. Maar ik vind het tot nu toe niet cakey op mijn neus. Wat ik wel vaak het geval vind. En dat is nu nog niet het geval. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat doen als ik ook mijn foundation eroverheen aanbreng. Maar tot nu toe denk ik van ja, mooie finish. Dit ging eigenlijk ook best wel soepel. Ik moet zeggen, op eigenlijk mijn hele gezicht vind ik de foundation gewoon mooi eroverheen gaan. Geen gekkigheden. Ik zie wel af en toe wat poriën inderdaad die dan toch zichtbaar zijn rondom mijn neus. Maar de rest van mijn gezicht vind ik het eigenlijk een mooi effect geven.
Deze foundation is een heel klein beetje glowy, omdat hij dus voor een droge huid is, dus wat hydraterender is. Waardoor die matte finish niet echt zichtbaar is van de primer. Maar ik moet zeggen, ik vind het echt verbazingwekkend mooi. Dan is het nu natuurlijk tijd om het geheel af te poederen. En daarvoor heb ik dit product. Dit is uit dezelfde lijn als die primer. En dit is ook de My Skin Perfector Loose Fixing Powder. Met een instant blur effect en natural matte finish. Ook in kleurtje 020. En dit keer is het 020 Nude. Ik vind die verpakkingen op zich wel heel erg mooi. Gewoon lekker clean, wit en dan de kleur van het product. Ik denk dat de andere kleuren ook zichtbaar zijn in de verpakking namelijk. Verder heb ik nog nooit een losse poeder gebruikt. Maar er staat hier dus nog in dat je het nog moet weghalen. Ik vind mezelf dus te onhandig voor dit soort poeders. Dus ik hoop dat dit goed gaat. Want ik zit te filmen met onder mijn kleed. En ik hoop heel erg dat mijn kleed niet zometeen helemaal onder ligt met poeder. Oké, alleen al het eraf halen zie ik allemaal poeder alle kanten op gaan. Maar dit is hoe de poeder er dus uitziet. Er zitten allemaal van die gaatjes in. Ik zie mensen dit altijd zo in de dop doen. Oké, dan zit er hier inderdaad een beetje in de dop. En dan ga ik daar met mijn poederkwast in. Zo, oké, dat was alle poeder die ook echt in de dop zat. Ik gebruik eigenlijk altijd poeder zonder kleur tegenwoordig. Dus echt een mooie translucent powder. Daarvoor gebruik ik er ook eentje van Essence. Oké, ik moet zeggen. Wow, hij geeft echt een mooi matterend effect. Zonder dat ik gelijk denk van wow, ik ben gelijk heel erg gekeken. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Deze helft van mijn gezicht heb ik dus afgepoederd en deze helft nog niet. En ik vind het echt wel een mooi duidelijk verschil tussen mat en glanzend. Heel erg mooi. Hij geeft wel een klein beetje een kleurverschil. Maar niet extreem voor mijn gevoel. Ja, eigenlijk ook weer heel erg tof product. Gaan we de andere kant ook eventjes afpoederen. En ik heb ook echt het idee dat je niet heel veel product nodig hebt. Dus dat is positief. En ik vind het echt een heel erg mooi effect. Inderdaad, heel natuurlijk, maar toch mooi matterend. En dat is wat heel veel mensen toch graag wel willen. Dus ja, heel erg fijn. En voor mijn droge huid dus niet gelijk dat het heel cakey wordt. Want dat heb ik vaak als ik veel poeder aanbreng. Of als ik überhaupt iets matterends aanbreng. Dan ben ik vaak van de dewy-achtige finishes. Maar mijn huid ziet er echt heel erg mooi uit. Tuurlijk, je kan zien dat er make-up op zit. Maar het is niet zo'n hele dikke, cakey pannenkoekenlaag. Ik heb eventjes mijn wenkbrauwen en de rest van mijn gezichtsmake-up gedaan. Zodat we nu verder kunnen met de ogen. Ik ben zo excited over dit palet. Hij komt helaas volgens mij niet helemaal goed over door de softboxen. Maar hij heeft dus ja knipperogen, om het maar even zo te zeggen. Ik vind het echt mega tof. Ja, dit is alleen al heel erg leuk. Maar als je dan vervolgens naar de binnenkant kijkt, dan word je toch extra blij. Oké, er zit dus een spiegel in. Maar ook deze kleuren. Hij doet me heel erg denken aan een palet van W7. Maar ik vind het heel erg tof dat ze dus dit soort oogschaduws erin hebben zitten. Niet dat je dat terug ziet op het ooglid. Maar ik ben altijd een sukker voor verpakkingen. Dus ik vind dit soort effecten in oogschaduws altijd mega tof. En ik word daar gewoon heel erg blij van. Dit is dus het Essence Witch Side Eyeshadow Palette. Volgens mij waren er twee varianten. Maar dat weet ik niet zeker. Ik zie hier geen kleurnummer op staan. Ik vind hem in ieder geval amazing. Dus die gaan we vandaag testen. Laten we beginnen met een paar swatches. Ik ga in ieder geval een paar matte kleuren. Dus ik denk in ieder geval deze kleur, de kleur Potion. Dan ga ik voor de kleur Charm. En qua matte tint denk ik ook de kleur Spell. Ze zijn dus inderdaad in een soort van heksenthema. Wel toepasselijk dat ik dan de laatste keer dat ik make-up testte de Sabrina collectie van NYX had. Ook al een heksenthema. Dit is in ieder geval hoe de kleuren er op mijn vingers uitzien. En we gaan ze nu op mijn hand swatchen. Jullie zien het beter dan ik. Ziet het er mooi uit. Het is niet slecht. Het is ook niet verbazingwekkend geweldig goed dat ik denk deel wow. Maar het is zeker wel mooi. En zeker voor matte tinten. En dan gaan we verder met een paar glitterkleuren. Ik moet en zal sowieso de kleur Wicked hebben. Die ziet er echt heel erg tof uit. De kleur Power hier zo vind ik ook heel erg tof. En de kleur, hoe heet die? Amulet. Die vind ik ook echt amazing. Wauw. Oké, dit ziet er toch prachtig uit. Ik vind het echt heel erg gaaf. Ik hoop echt dat dit amazing gaat zijn op de swatch.
Wat is het? Is het mooi? Oh. Ik vind die kleur, dat was de kleur Wicked, heel erg tof. Maar die andere twee, ja, ze zijn wel mooi. Maar om het te zeggen, wauw, spectaculair. Ik had echt verwacht dat ze een soort van holografisch zouden zijn. Ze zijn mooi, zeker weten. Maar op de een of andere manier had ik meer een wauw effect verwacht. En dan als laatste hebben we ook nog een paar gewone glitterkleuren, om het maar even zo te noemen. De kleur Gloomy vind ik heel tof eruit zien. De kleur Haunted. En was nog meer glitterend, deze. De kleur Talisman. Heel erg tof. Dit zijn dan weer juist ja, een beetje ja, groen tinten zetten. Wat de rest een beetje paarsig en zo is. Best wel tof dat het verschillende kleuren zijn. Dan gaan we nu zo. Volgens mij zien deze er goed uit. Het is altijd heel lastig om het in de camera te zien voor mezelf. Wauw, die blauwe kleur. Amazing. Die vind ik echt heel erg tof. Die groene is ook wel mooi. Het is dat niet echt kleuren zijn die mij op dagelijkse basis goed staan. Waardoor ik ze er niet zo vaak bij pak. Maar ze zijn echt heel erg pretty. We gaan een look maken. Dus ik heb jullie nog even een stukje verder ingezoomd. Zodat jullie het goed kunnen zien. Ik moet zeggen, ik moet hier natuurlijk wel een rozige look mee gaan maken. Want bijna alle kleuren uit paletten zijn rozig. Het is niet een palet waarvan ik denk, hij schreeuwt echt mijn naam. Ik val gewoon meer op de roodachtige roze tint dan. Dat staat gewoon wat beter bij mij. Dus ik ga uit dit palet, denk ik, beginnen met de kleur Magic. Die ga ik in mijn crease, in mijn arcadeboog aanbrengen. En ook ietsjes daarboven. Ik moet zeggen, ik vind hem niet echt heel erg gepigmenteerd. Ik denk dat je hier best wel wat product van nodig hebt voordat je hem echt goed gaat zien. Oké, deze tweede keer in de poeder moet ik zeggen dat ik toch wel wat ga zien. Gelukkig, want ik dacht ik wil dit als basiskleur als een soort van diepte gaan gebruiken. Want er niet echt heel veel donkere kleuren in het palet zitten. En je niet gelijk met de donkerste wil beginnen. Maar als je wat meer product op je kwast hebt, gaat het goed. Alleen tik hem wel van tevoren even af. Want de oogschaduwen zijn niet extreem poederig. Maar je ziet wel af en toe echt wat poeder verdwijnen. En je wil geen extreme fallout. Zeker met de glitterkleuren straks. Dan ga ik nu in de kleur van de matte tinten die ik zelf echt het tofst vind. En dat is de kleur Potion. Echt een hele mooie soort van ja, wijnroodpaarsige tint. Hij is wel poederig als ik het zo zie. Maar die gaan we ook in de crease aanbrengen. Maar dan net een beetje onder de vorige kleur. Ik hoop dat jullie kunnen zien wat ik bedoel. Maar deze breng ik echt in de vouw van mijn ooglid aan. Waar ik die andere ook daarboven aanbracht. Waardoor je die ook ziet als ik mijn ogen open heb. En deze zit echt in de vouwlijn van mijn oog. Om het maar even zo te noemen. Waardoor die echt die diepte weer creëert. En ook gelijk een basis legt voor de roodpaarsige of rospaarsige tinten moet ik zeggen. Die in het palet zitten. Ik moet wel zeggen dat de kleuren best wel snel in elkaar overblenden, waardoor je een soort van één grote waas krijgt aan oogschaduws in plaats van ja, een mooie overloop waarbij je wel echt de verschillende kleuren nog ziet. Dat vind ik wel heel erg jammer, want verder vind ik de oogschaduws fijn in gebruik, maar het is natuurlijk wel zonde als ze zo snel wegblenden. Ik breng de kleur Potion in ieder geval ook nog eventjes aan langs mijn onderste wimperrand om de look toch een beetje meer in balans te brengen. Want zoals ik hem bijna elke video zeg, ik vind het altijd een beetje gekker staan als ik op de bovenkant heel veel aan de hand is en onder helemaal niks. Dan ga ik nu heel voorzichtig in de kleur Spell. Dat is dus die hele donkere kleur. Ik ga echt erin en ik tik mijn kast heel goed af, want het ziet er echt mega gepigmenteerd uit. En die ga ik dan vervolgens echt alleen maar in de buitenste ooghoek hier zo aanbrengen. En ik trek hem ook tot op het ooglid mee. En ik breng hem ook aan de zijkant van de onderste wimperrand aan. Tot ongeveer dezelfde hoogte als waar ik hem op de bovenkant van mijn ooglid heb aangebracht. Zodat we hier ook weer een beetje ja, het gelijk maken. En dan ga ik op het bewegend ooglid naast die donkere kleur deze aanbrengen. En dat is dus de kleur Shadowy. Shadowy. Ik vind het echt een hele boeiende kleur. Of tenminste het naam voor deze kleur. En het ziet eruit alsof ik deze met mijn vinger aan moet gaan brengen. Of een natte kwast. Ik ga het toch eerst eventjes zo proberen. Ja, er komt wel wat glans vanaf. Maar niet zoveel als dat zou kunnen. Dus ik spray mijn kwast eventjes in met een Dewy Finish Spray van NYX. Zodat hij een beetje vochtig is. En daarmee als het goed is de kleur wat beter oppakt. Ja, je ziet echt direct verschil.
kunt in principe ook zo'n kleur aanbrengen met je vinger voor wat meer intens effect. Maar ik vind dat zelf altijd wat lastiger werken, omdat ik dan toch minder precies met mijn vinger kan zien waar ik bezig ben. En het dan per ongeluk te hoog of te laag aanbreng. Dit vind ik altijd net even wat makkelijker werken. Zo nat vind ik het ook echt een heel erg mooie oogschaduw. Of ik mijn look uiteindelijk heel erg mooi vind, dat is een andere vraag. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik vind deze oogschaduw echt amazing. In de binnenste ooghoek ga ik voor deze tint. En dat is dus de kleur Amulet. Die vind ik ook wel heel erg mooi. En ik ga eerst even kijken als ik hem niet nat maak of ik hem dan intens genoeg vind als highlight in de binnenste ooghoek. Nee, ik denk dat ik deze kwast ook even nat ga maken. Want dan hebben we echt zo'n popping highlighter. Vind ik zelf altijd wel heel erg mooi. Zo zie je gelijk ook het effect van, dat ik hem eventjes nat heb gemaakt. De oogschaduw gaat nu gewoon echt een stuk intenser, stuk meer glans op mijn ooglid. Eigenlijk geen ooglid, maar binnenste ooghoek moet ik zeggen. Maar jullie snappen me. En dan is dit dus de look die ik heb gemaakt met dit palet. Uiteindelijke mening, ik vind het een tof palet. Maar om te zeggen, wauw, dat dan weer niet. Ik vind die kleuren met dus die glitters, zoals dus die highlighter die ik net heb gebruikt. Of deze tint echt prachtig. Maar verder, ja, ik mis op de een of andere manier wat kleurtjes in het palet. Ik vind hem mooi, maar het is niet een palet waarvan ik zelf hem heel snel erbij zal pakken. Maar misschien komt dat ook wel omdat ik zelf gewoon meer van de warmere ooglooks hou. En dit toch best wel coole kleuren bevat. Maar al met al is het zeker weten een mooi palet. Dan gaan we verder met deze eyeliner. Dit is de Essence 24 Ever Ink Eyeliner in Intense Black. Nummertje 01, Intense Black. Dit is dus een stift eyeliner. Hij ziet er verder gewoon qua verpakking heel erg simpel uit. Gewoon een hele mooie simpele verpakking met wat speelse lettertypes. Ik ben over het algemeen meer fan van kwastjes eyeliners dan pen eyeliners. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik deze ga vinden. We will see. Laat ik eerst even kijken hoe zwart die is. Oké. Dit ziet er echt wel heel erg goed uit. Kan ik er ook echt een dun lijntje? Ja, je kunt er ook wel... Oké. Dit ziet er echt heel erg veelbelovend uit. Oftewel, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat bevallen. Ik hoop überhaupt dat dit zichtbaar gaat zijn voor jullie. Want over het algemeen verdwijn ik echt zo in mijn spiegel ongeveer als ik eyeliner doe. Maar ik ga proberen om het voor jullie in beeld te houden. Hij is echt wel heel erg mooi zwart. En hij geeft ook echt wel veel kleur af op het moment dat ik bijna niets druk. Dus dat is echt heel erg fijn. Maar daarmee ook voorzichtig werken. Want als je heel voorzichtig iets aantikt, heb je dus gelijk al een zwart puntje. Oké, ik vind het lastig om een dun eyeliner randje aan te brengen met deze. Maar dat ligt meer aan het feit dat ik gewoon niet zo makkelijk kan werken met stift eyeliners. Maar hij is wel echt mooi zwart. Hij werkt verder fijn. Het feit dat ik er gewoon best wel een mooi recht lijntje mee kan zetten. Ondanks dat ik niet van de stift eyeliners ben, is positief. Dus ik ga nog even het andere oog doen. Goed, ik dacht deze ooglook vraagt gewoon om een winged eyeliner. Dus dat heb ik gedaan. Ik vind het niet de mooiste wing die ik ooit heb gezet. Maar ook zeker niet de slechtste. En dat voor een stift eyeliner. Sorry dat ik het zo vaak zeg. Is gewoon zo. Sommige mensen zweren hierbij. Sommige mensen vinden dit juist niet handig. En ik ben er daar eentje van. Maar het is zeker geen slechte eyeliner. Mocht jij fan zijn van stift eyeliners, is dit zeker een budget aanrader. Eigenlijk ben ik heel erg positief. Dan gaan we de ooglook natuurlijk even afmaken met een laagje mascara. Dit is dus de Essence Bye Bye Panda Eyes Smudge Proof Volumizing and Defining Mascara. Nogal een hele mond vol. Hij doet dus een heleboel beloftes. Deze verpakking zijn we inmiddels wel gewend van Essence. Vind ik vaak maar fijne mascara's die in dit soort hulzen zitten. Het borsteltje vind ik relatief dik. Maar het is wel een siliconen borsteltje. Wat ik dan weer een pluspunt vind. Ik ben heel erg benieuwd. Hij moet dus volume geven. Hij is smudgeproof, zeggen ze. En defining. Dus als het goed is geeft hij geen klomterige wimpers. Maar gewoon echt mooi gesepareerd. We will see. Ik ga zoals gewoonlijk alleen mijn bovenste wimpers doen. Aangezien ik over het algemeen onderste wimpers net even too much vind. Ik heb het heel lang gedaan. Maar vind het tegenwoordig gewoon niet meer mooi staan. Ik krijg een beetje hangogen van. Tot nu toe moet ik zeggen, hij separeert mijn wimpers inderdaad heel erg mooi. Dit is het effect van één laagje op mijn oog. Dit oog dus wel, dit oog niet. Ik vind het zelf echt wel heel erg mooi. Hij separeert inderdaad goed. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien met de eyeliner. Vind ik zelf vaak wat lastig, maar ik zal even zo kijken en dan kun je het misschien goed zien. Ik vind het echt heel erg mooi.
moet ik zeggen, heel veel volume. Hij geeft wel een beetje krul, maar niet extreem. Al met al vind ik hem tot nu toe heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe hij met twee laagjes gaat staan. Oké, wauw. Ik vind dit echt prachtig. Ik vind hem heel erg mooi. Zo kun je ook goed het effect van mascara zien. Oog wel, oog niet. Dit zijn dus twee laagjes en ik vind hem echt amazing. Hij is dus smudgeproof. Dat heb ik nog niet getest. Ik hou zelf over het algemeen van waterproof. Dus dat is de enige reden waarom ik denk het wordt geen everyday mascara voor mij. Maar verder is die echt wauw. Heel erg mooi. En dan is het als laatste tijd voor een lipproduct. Dit is de Essence Stay 8 Hours Matte Liquid Lipstick. En ik heb kleurtje nummer 5 Date Proof. Oftewel, ik zou hiermee op date kunnen, jongens. Nog een leuke jongen, maar oké. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Een beetje, ja, oud, roze, paars. Hopelijk matcht dat heel erg goed met de ooglook. De kwastje, of het kwastje, is echt zoals we dat gewend zijn. Ik zal even een swatch maken. Ja, het is echt een prachtige kleur. Wel wat koeler, maar ik denk wel een kleur die ik best wel goed kan hebben. Hij ruikt weer heel erg zoet. Er is nog een lipproduct van Essence wat zo ruikt. Van een paar jaar terug, toen hadden ze ook een lijn met iets van 5 kleurtjes matte liquid lipsticks. Zo ruikt hij. Oké, wauw. Hij voelt echt mega lekker aan op mijn lippen. En daarnaast vind ik de kleur tot nu toe ook echt heel erg goed pakken. Heel erg mooi dekkend. Echt heel erg tof. Ik moet zeggen dat de substantie een beetje wat nattig is. Dus het is wel eventjes wat preciezer om aan te brengen. Maar als die eenmaal zit, zit die volgens mij ook wel echt heel erg mooi. Hij moet wel echt mat opdrogen. Dus daar moet je even geduld voor hebben. Maar ook dat doet hij best wel snel. En de tijd dat ik mijn bovenlip heb aangebracht, is mijn onderlip eigenlijk al mat opgedroogd. Ik vind het echt een hele toffe kleur. Ik moet er wel een beetje aan wennen, omdat hij dus best wel cool is voor mijn doen. Maar ik vind hem heel erg tof. Hij voelt ook niet uitdrogend aan als hij is opgedroogd. Ja, eigenlijk echt heel erg tof weer. Ik moet zeggen, er is geen enkel product dit keer bij waarvan ik denk, dat vind ik echt 10 keer niks. Uiteindelijk is dit dus de final look met alle producten. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie vonden. Ik ben zelf echt heel erg excited over de poeder, wat ik niet had verwacht. De mascara vind ik echt amazing. Vooral die twee en het lipproduct vind ik heel erg mooi. Misschien laat ik in een weekvlog binnenkort eventjes weten hoe die blijft zitten en zo. Maar ook echt qua substantie, hoe ik hem nu zie, echt heel erg mooi. Ik ben echt mega excited. Er zijn weer hele mooie nieuwe producten bij. Dus ik zou zeggen, wanneer ze in maart in de winkels liggen, ga snel kijken. Ik ben heel erg benieuwd naar welk product jij zelf het benieuwdst bent. Welke jij graag wil gaan halen. Laat dat even weten in een reactie. Doe dan ook gelijk even een duimpje omhoog voor deze video. Dat vind ik heel erg leuk. Help je mij mee. Net als met abonneren. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat snel even. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!